gaan we naar, naar het entree. Nou ja, eigenlijk weer heel makkelijk. Zoals elke week hebben wij zoveel mogelijk voorbereid. Maar soms moet je even een kleine twist doen. Even een takje of even tikje in de oven. Of, nou ja, goed. Ook in dit geval is dat zo. Wat ik heb namelijk, een rouleau van grietfilet met witvis vars erin. Dus een rouleau, dus een rolletje met, van grietfilet. En de vars, dus dat middenste crème die erin zit, is van langoustines. Of is met langoustines. Je pakt de ovenschaaltje, doe je een klein beetje olijfolie op. Dat is wel een heel klein beetje, maar goed. En dan doe je die rouleau erbovenop. En die geef je even een tikje in de oven. Want dan is hij echt wel smakelijk. Je kan hem zo eten, maar dan is hij koud, dus die smaak is weer heel laag. Als je deze verwarmt, dus echt naar nou, 50, 60 graden, dan is hij helemaal top. Dus je gaat een minuutje of 5 de oven in. Dan heb je dus al de tijd om je bordje even mooi op te maken. Koud bord in dit geval, want we gaan beginnen met een soort van salade. We hebben vorige week de chef's challenge gedaan. Samen met de chef van Noir. En daarin hadden wij een gerechtje met rode mul en yoghurtmoes. En dat werd ontzettend goed ontvangen. Dus vandaar dat we nu een kleine variatie hebben gemaakt met de yoghurtmoes. Langoustineolie, crème van paprika of gelei van paprika. Dus dan kun je ze heel mooi zo dotjes op je bord doen. Ik ben heel benieuwd naar jullie variatie op het opmaken natuurlijk. Heel cool als jullie dat laten zien via Instagram of via mail, mag ook. Ik krijg heel veel leuke mailtjes altijd van mensen die hun bord hebben opgemaakt of kleine filmpjes. Ik heb laatst zelfs een filmpje gekregen van mensen die mij nagingen doen. Dus dat het zijn echte fans die het wel heel vaak hebben gedaan. Rucola, zeker al, dat kan je gewoon rauw. Zo. Nou ja, die vis is wel zo goed als klaar. En dan kan je goed voelen zo of die mooi lauwwarm is. Peper en zout. We hebben alles peper en zout. Uiteraard hebben we alles peper en zout. Dan kan je hem even nazouten. Doe dat op je schaaltje. Want het is zonde als je dat op je bord doet. Want dan krijg je die zwarte pikkeltjes van de zwarte peper ook. Die in het midden. En dan gaan we hem afgarneren. We hebben hier twee chipjes erbij. Zo. En dat geeft echt een lekker mondgevoel, hè. Zelfgemaakte chipjes, niet door de chipjes van Edwin Coat. En dan langoustineolie. Een beetje over je vis. Want doordat die warm wordt, die olie gaat hij ook mooi parfumeren en dan ruik je hem echt goed. Geniet ervan en veel plezier met op.